President Santokki heeft gisteren samen met OW-minister Noor Mohammed een rondleiding gekregen op het schip van baggerbedrijf De Boer Boskalis, met wie er een joint venture is getekend. De uitvoering van dit project verloopt gestadig. De nieuwe diepgang van 5,5 meter bij laagwater, met een gemiddelde hoogwaterstand van 8 meter, zal binnenkort beschikbaar zijn. Momenteel is OW bezig voorbereidingen te treffen voor het uitvoeren van studies voor de derde fase. Het baggerproject wordt in public-private partnership verband uitgevoerd tussen de Hakrimbank, MAS en de ministeries van OW en TCT. Om de samenleving efficiënter en effectiever te kunnen dienen, zal de rechterlijke organisatie worden gemoderniseerd. Er zal wetgeving worden geformuleerd die zal worden aangeboden aan de regering van de Republiek Suriname. Het accent zal worden geleid op institutionele verzelfstandiging van de organisatie, van het Hof en het OM, waarbij de oude wetgeving van 1936 zal worden gemoderniseerd. Sedert de instelling van het huidige Hof van Justitie in 1869 is de organisatiewetgeving slechts één keer in 1936 vernieuwd. De formalisatie van werkzaamheden van de aanbouw van de nieuwe aanmeersteiger op Albina heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Het is een lang gekoesterde verwachting van zowel Suriname als Frans-Guyana die concreet is gemaakt. Dit project is een onderdeel van het interregionaal Amazone samenwerkingsprogramma, PCIA, waarbij het ministerie van Bibbers de institutionele partner is. De bouw van de aanmeersteiger is gefinancierd uit het PCIA-dossier. NV Havenbeheer heeft het algemeen beheer in handen, terwijl NV Houkes belast zal zijn met de bouw van de aanmeersteiger.